Met belangstelling eerst en naarmate de tijd verliep met verbazing en soms zelfs met ontsteltenis, hebben het Franse volk en de wereld uitgekeken naar Versailles, waar het Franse parlement bijeen is gekomen voor de verkiezing van een nieuwe president, noodzakelijk geworden doordat de ambtstermijn van Vincent Auriol is verstreken. Ministers, afgevaardigden en senatoren ontmoeten elkaar hier in het historische Paleis der Koningen. Voor de lens kwamen behalve kandidaat Georges Bidault, oud-minister Henri Cahut van de radicale partij, minister-president Laniel, de kandidaat der onafhankelijken, de burgemeester van Parijs, Pierre de Gaulle, broer van de generaal, en Yvon Delbos, kandidaat van de radicalen. De verkiezingen begonnen zeer plechtig. Een stoet van boden begaf zich met de urn voor de stembiljetten naar de congreszaal. De voorzitter, Le Troquer, werd begeleid door de Republikeinse garde. De meer dan 900 parlementsleden bestegen welgemoed één voor één het trapje naar de stembus. Monsieur Hulin. Monsieur Hutin des Grès. Die eerste stemming leverde voor geen der kandidaten de vereiste absolute meerderheid op. De 9 stemmingen die volgden hadden evenmin resultaat. Monsieur Joseph Laniel. Monsieur René Laniel. De een na de ander trokken de kandidaten zich terug. Premier Laniel het laatst. Op het ogenblik dat wij dit journaal afsluiten, is het Franse parlement nog steeds op zoek naar een kandidaat die zo niet voor alle partijen, dan toch voor de meerderheid acceptabel is.